Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme wil niet dat er politieke en sociale druk komt op het herstructureringsplan van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM. De bewindsman zegt dat er aan het bedrijf alle ruimte moet worden geboden om haar reddingsplan uit te werken. De SLM is uitgehold, vertelde Jubitana tijdens een presentatie in de Nationale Assemblée. De vliegmaatschappij heeft een schuld van 75 miljoen Amerikaanse dollar. Momenteel is de directie, bestuur, bezig met het herstructureringsplan of het reddingsplan. Er is hierbij aan de regering gevraagd, voorzitter, voor ruimte om dit in alle rust uit te werken. Zonder politieke en sociale druk, want die is er. Voorzitter, mede gelet op de grote concurrentie en de kansen voor SLM, is dit geen ongebruikelijk verzoek. Willen wij dit reddingsplan een kans van slagen geven voor? Daarom zijn de vereisten van de regering, onder andere behoud van banen, good governance en verantwoording van bestuur en directie. Voorzitter, de status van SLM is niet om naar huis te schrijven. En daarom is de case SLM een voorbeeld hoe het niet moet. De bewindsman zegt dat in dit land moet worden geleerd om te stoppen met het presenteren van ons onvermogen. Vaderlandsliefde moet ook daar zijn wanneer de problemen zich aandienen, meent Jubitana. En niet dat we met valse trots telkens SLM bij elke vertraging, dat dit telkens breed wordt uitgemeten. Wat merken we bij anderen? Laat dat ons koud. Genieten we zo ervan om ons eigen carrier neer te halen, voorzitter, terwijl er kansen zijn. De regering ziet ook veel kansen om de SLM tot een florerend bedrijf te maken. Maar daarvoor moeten er diverse besluiten worden genomen. De kansen tot succes komen onder andere uit de olie- en gasontwikkelingen en de toerismesector. Jubitana voerde aan dat diverse luchtvaartmaatschappijen succesvol opereren en Suriname als bestemming willen. Alleen op basis daarvan zou de SLM uit haar benarde positie kunnen komen.